Goedemiddag Harry en Helene. Hallo. Goedemiddag. Nou, dan ben ik hier voor het eerst in mijn leven toch bij de landwinkel. Op welk adres is dit? Aan de Zandberglaan. Ja. Velen kennen het meer als de Leliendalseweg, maar het is de Zandberglaan. Appels en peren is onze hoofdtak, de boomhart. Maar de winkel is van lieverlee uitgebreid naar steeds breder pakket. Omdat we alleen fruit verkopen, dat is te weinig aantrekkelijk om de consumenten naar je winkel te lokken. Dus wij zijn meer ontwikkeld als een beetje lokale supermarkt. Wij willen alle producten die enigszins lokaal, regionaal te verkrijgen zijn en die een bovengemiddelde kwaliteit hebben, die willen wij graag in de winkel hebben. Dus of je nu iets van aardappelen, groente, fruit, kaas, zuivel, vlees, het is allemaal te verkrijgen in onze winkel. Ja, en ook gewoon inderdaad echt met supermarktkarretjes en zo, dus in die zin. En ik ga zo nog binnen kijken, maar het is ook echt professioneel opgezet. We zijn aangesloten bij de landwinkelcoöperatie, samenwerking van boerderijwinkels. En daar halen we ook veel expertise en kennis vandaan en ook producten. Om de winkel meer op een hoger level te krijgen, betere kwaliteit en service te voorzien. En sinds 2015 hebben we de winkel nog een keer verdubbeld in oppervlakte. Want meer ruimte geeft ook meer omzet en mogelijkheden. Ja, nou, en dat is in deze tijd is dat ook een ding. Hè? Want jullie zeiden net dat toen binnenkwam van bij jullie is de coronacrisis nog niet geleid tot heel veel omzetderving. Integendeel zelfs, maar jullie worden weer beter gevonden door mensen nu. Ja, wij merken net als heel veel boerderijwinkels eigenlijk in heel Nederland. Dat de consument het waardeert om weer lokaal te kunnen kopen en het massale van een supermarkt wat meer mijt. En daar zijn we erg blij mee en ook dankbaar dat de consument daar ook weer wat een stukje herontdekt, zeg maar. Maar ik zag ook een bord dat jullie ook bezorgen stonden. Dat is een relatief nieuwe dienst. Ja, maar houden jullie er wel in? Houden jullie die erin als het weer allemaal genormaliseerd is, of is dat verleidelijk om dat niet te doen? Daar gaan we nog even over nadenken. Ja, het is natuurlijk toch een hoop extra logistiek en werk. Ik hoop dat de klanten toch nog liever naar de winkel komt als dat ik naar de klant kom. Ja, maar ik hoorde het net van de klant, die heb ik dan net niet meegepikt. Maar als ik kijk, je hoort ook het gekir van kinderen op de achtergrond. En die vrouw die net om boodschappen kwam, die vertelde dus dat ze uit de Griffioen hier naartoe komt. Omdat jullie ook, jullie doen ook je springkussens en trampolines. Maar daar mag ook gewoon gebruik van gemaakt worden hier. Ja. En hoe is dat dan? Want is dat ook jullie eigen business, de trampolines? Ja, in 1998 zijn wij trampolines gaan verkopen. Het had eigenlijk meerdere doelen. Eigen kinderen konden ze gebruiken. De klanten die in de winkel komen, die mogen er ook gebruik van maken. En ja, we verkopen ze ook, omdat het hier toen in deze regio nog eigenlijk niet echt te doen was. En zijn we eigenlijk ook deel van de trampolines geworden. En ja, we merken dat het gewoon nog steeds een goede wisselwerking heeft op de winkel. Als de kinderen graag hier komen, ja, dan moeten de ouders mee. Zijn jullie met de hele familie? Hebben jullie ook nog kinderen die meedoen in het bedrijf? Of? Mijn dochter die werkt 2 dagen mee in de winkel. Oké. Okay. En mijn jongste dochter, onze jongste dochter zit op school, maar nu op het ogenblik niet. Dus die vindt het ook leuk om weer een handje mee te helpen. En de rest, dat gaan we allemaal toch. Ja, maar het is wel leuk dat er in ieder geval al een beetje hulp is. Want het is toch wel een hele onderneming, stel ik me zo voor. In het onderhoud van telerspul helpen de jongens ook goed mee. En die hebben wel de eigen baan nog. Oké. Okay. Maar wie weet wat de toekomst nog wordt. Dames, wat is dit voor ruimte? Wat worden hier de producten gemaakt of ingepakt? Nou, hier wordt alles ingepakt, waar wat binnenkomt, onze salades, bonbons doen we hier ook nu inpakken. Want die kopen jullie groot in, bonbons? En die kopen we groot in, gewoon in grote bakken. En die kunnen zelf de bakjes verkopen, zoals deze hier gemaakt zijn. En jij bent bezig met salades? Ik ben bezig met salades. Wat is dat voor salade die je daar... Dit is salade, filet américain. Oh, lekker. En we hebben ook vleessalade, die heb ik hier al staan. En celery salade, van alles. Ja, heel mooi. Dank je wel. Ja, dat was die van u. Oh, kijk, Astu. Ik dacht dat hij nog vergeten. Aan die kant
van de boomhaard is nog appels en peren. In de oogsttijd appelplukdagen te kunnen organiseren voor de consument. Zodat de mensen zelf de appels kunnen komen plukken. En ja, we merken dat het de laatste jaren nog steeds toeneemt en dat de consument dat erg waardeert en leuk vindt. Een appelboom te veel laat dragen, dan heb je dus volgend jaar geen knoppen. Hè? Want hij moet zijn bloemknopjes moet hij straks al in juni aan gaan maken voor het volgende seizoen. En als wij dus niet netjes dunnen, dan overvragen we de boom en dan laat hij dus gewoon zijn knoppen voor aanleg voor volgend jaar laat hij zitten. Maar als je dan dunt, dan haal je dan complete takken weg of hoe doe je dat dan? Als we gaan dunnen? Ja? Nee, dan de trosjes die er nu natuurlijk soms 4-5 vruchten zijn, die dunnen we dan nog wat uit dat er 1 of 2 overblijven. En de natuur doet dat ook nog wel straks. Als je dus een natuurlijke rui krijgt, dan vallen er hopelijk nog best wat vruchten af. Maar wil je dus een kwalitatief goed stuk fruit wat of goed uitgegroeid is, dan moet je die vruchten wel wat reduceren. En doe je dat allemaal met de hand? Dat doen we met de hand. Dat is arbeidsintensief? Dat is altijd nog best wel arbeidsintensief. En want jullie praten altijd in hectares en dat soort dingen, maar heb je ook enig idee hoeveel bomen het in totaal zijn? Fruitbomen? 3200 bomen per hectare, dus maar 13. Zo. Dus dan heb ik er wel een paar en die snoeien we in de winter. Jullie hebben ongeveer net zoveel bomen als de stad inwoners heeft, ongeveer. Ja, en dan zijn wij relatief maar een klein bedrijf, want 13 hectare is in fruittelers wereld niet zo'n wereldbedrijf. Maar in Middelburg wel? Ja, in Middelburg wel. Op Walcheren wel. Ja. Zijn er sowieso in Middelburg nog andere fruittelers? In de gemeente Middelburg? Nieuwland. Nieuwland, Nieuw-Sint-Joostland, ja. In de Kwallenspolder natuurlijk, ja. Zijn er nog een paar die bij Middelburg horen. Maar dat is het dan ongeveer op wel, op Walcheren sowieso zijn er niet zoveel fruittelers, dat is best wel uitgedund.